Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Johannes Bloemsma en in deze film neem ik je vierde ND-methode waarvan ik de ontwikkelaar ben naar de maandenergie van juni 2022. Om dat te doen kijken we altijd eerst naar de 9-star Key van de maand. En dat is nu 5-7-3. Wat bij deze getallen opvalt is dat de 5 bij de aarde hoort, de 7 bij het metaal en de 3 die hoort bij het hout. En wat daarbij opvalt is dat aarde en metaal, die zijn voedend, maar de drie die staat er wat buiten. Dat wordt ook wel ongeaspecteerd genoemd. En dat kan een beetje wijzen op donder, want drie hoort bij de donder en het hout, dat we soms geagiteerd kunnen uh, reageren, of in ieder geval wanneer er vernieuwingen op ons pad komen, dat die soms wat onbezongen te werk kan gaan. Maar hoe pakt dat uit in deze maand? Daarvoor kunnen we ook even kijken naar de low Shoe. Want dan komen we uit op hoe we nou bij de hexagrammen uitkomen. In dat geval, dan kijk je altijd waar bivakeert de 5? Nou, in mei 2022, dan zien we hem helemaal rechtsbovenin in een paleis van de 2 van de Aarde. En elke maand schuift 5 een paleis op. Dat wil zeggen, hij gaat naar het volgende getal. En in dit aspect is dat dus de 3. In juni staat de vijf in de 3, De weer, de donder, met alles te maken vooruitgang. Want de donder die wil groeien, die wil een vernieuwing inzetten. Ook de mensen uh, deze maand die een drie als eerste getal hebben in hun ijsarchie, die kunnen dat vooral verwachten. Maar alles met betrekking tot vernieuwing, veranderingen, groei, uh, dat kan dus soms wat onbezonnen zijn en onverwacht ook maar dat heeft vaak al een hele lange voorgeschiedenis. Vertelt het hexagram wat hieruit voortkomt? Want wanneer de 5 naar de 3 verhuist, dan komt daar hexagram geleidelijke ontwikkeling uit voort. Hexagram 53. Laten we die even doornemen. Want als we het hebben over onbezonnenheid en te snel, nou daar gaat het hexagram niet over. Dat kun je al uit de naam opmaken. Dus zijn er ook veranderingen in jouw leven terechtgekomen en die waren voor jou uh, onverwacht, dan is het absoluut niet de bedoeling daar uh, om geagiteerd op te gaan reageren. Dat gaat zeker verkeerd uitpakken in deze tijd. Want we hebben de mogelijkheid om te gaan kijken waar kwam het nou vandaan. Het onderste trigram dat is berg en het bovenste trigram dat is wind. Nou, de berg. Dat is de hekkensluiter van wat ook wel de na rangorde wordt genoemd, van de acht trigrammen, van de Bagua. En dat beduidt eigenlijk altijd een einde aan. Een einde en een nieuw begin van een cyclus. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de winter. Dus het leven heeft zich in de verste pit teruggetrokken. En van daaruit wordt eigenlijk gekeken wat is nog levensvatbaar en wat mag verder en wat mag worden afgestoot. Dus in de binnenwereld, want daar staat het onderste trigram ook voor, daar wordt eigenlijk in deze maand gekeken: oké, okay, wat heb ik over een langere periode nu opgebouwd? Want de berg gaat ook over gestage processen. De berg verandert niet zo snel, die slaat op en de kennis die ik daaruit heb opgenomen. En dan wordt er een afweging gemaakt, want de berg is ook een begrenzer. Tot hier en niet verder. Zijn er dingen dus in ons leven waarvan wij vinden, uh, en vooral met betrekking tot relaties, want het is ook echt een relatiehexagram, daar kom ik zo meteen nog op, dan gaan we dus eigenlijk als het ware hier een conclusie maken van binnenuit, de berg. Het is een einde. Het is stilstaan. Het is even introspectie. Dat vraagt de berg van ons. En dus kijken wat mag mee worden genomen en waar zeg ik nee op. Nou, en de berg is daar vrij helder in. Ja is ja, nee is nee. En die keert daar ook niet van terug. Gaat men dan iemand eroverheen? Dan blokkeert de berg dat. Nou, hoe kunnen we dat het beste naar buiten brengen? En dan zien we trigram wind. Nou, trigram wind is van de horizontale communicatie. Is ook van de diplomatie, stapje voor stapje. En het doet daarbij denken, want de wind, voor de mensen die Nijs Sarkie kennen, uh, valt dat onder vier hout. Nou, hout en op een berg, dan komt het beeld naar boven van een boom op een berg. Nou, denk ook maar, hoe groeien die? Dat gaat gestaag. De wortels moeten door al die stenen heen, door de kieren. Het verbrijzelt niet de stenen, nee, het gaat eromheen. Het maakt er gebruik van. Symbolisch zou je ook kunnen zeggen, die stenen die zien we als blokkades, als nou ja, misschien hindernissen, maar die hebben we dus nodig om te kunnen groeien. En wanneer onze wortels maar diep genoeg uh, zijn geraakt, dan kan die boom ook groeien. Nou, een boom op een berg, en in Chinese prenten, volgens mij zei ik het al, dan zien we die heel vaak terug, dat komt eigenlijk door het, ja, het is een zinnenbeeld van uh, langzame karakterbouw. En over processen die dus een lange tijd hebben geduurd om te komen waar ze zijn. Pas wanneer die wortels diep zijn, dan is die boom sterk genoeg om daar te blijven staan. En hij staat er ook in weer en wind. In de zomer, in de hitte, in de bottenkou. Dus het is ook een teken van de taaiheid. Van trouw. Daar kom ik zo meteen ook nog op met betrekking tot een ander zinnenbeeld. Maar ook de trouw en loyaliteit. Die refereren overigens weer naar de berg. Dus hebben we een boom op een berg, dan hebben we een soort van symbool. Dat moet langzaam gaan. Het gaat stapje voor stapje. En dat is de geleidelijke ontwikkeling. En trouw, dat hoort dus bij Trigram Berg. En hij vraagt van ons: rond oude slepende zaken af. Keer daar maar mee naar binnen. En bewaar je rust. Word je eigen stabiliteit. Dus we kunnen in deze maand dus ook uit worden gedaagd om na te denken aan wie of wat ben ik nog trouw. Ben ik nog trouw genoeg aan mezelf? Ben ik nog loyaal? Welke stukken horen daarbij? Welke mag ik loslaten? En de wind, die zegt, ga daarbij maar onopvallend te werk. Want de wind, nou, kijk maar naar buiten, hij is misschien wel overal, maar je ziet hem niet. Je ziet hem alleen door wat hij in beweging brengt. En het is ook een heel gedetailleerd trigram. Kijk naar alle details in je leven. En maak ook een stappenplan. Doe een onderzoek van hoe zit het nu. Maak een onderzoek, wind, naar je eigen stabiliteit, berg. En doe dit stapje voor stapje. En richt je hierbij op je eigen langdurige groei. Ik zei zo net. Uh, het uh, trigram of het hexagram heeft ook nog een ander zin in de beeld. En dat komt wat meer naar voren wanneer we de maand hier oppakken, welk hexagram dan naar voren treedt. En dat is namelijk de terugkeer. En dan hebben we zogenoemde bewegende lijnen. Heb ik in de vorige films uitgelegd hoe die komen. Als je dat wil weten, kijk dan nog even terug. Maar de rode bolletjes die je nu zet, dat zijn de bewegende lijnen van deze maand. Dat zijn er maar liefst vier. Best veel. En wat opvalt wanneer je de teksten, de oude teksten van deze bewegende lijnen leest in de I Ching, dan zien we dat die altijd start met een bepaald dier, namelijk de wilde gans. Onderin zie je de wilde gans naar het geleidelijke oever. De jongste zoon is in gevaar. Er wordt over gepraat. Geen fout. Nu vinden mensen over het algemeen deze teksten wat raadselachtig, maar als je de I Ching leert kennen en ermee werken, dan zit er eigenlijk wel een logica. Wil ik nog even als een tussenstapje meenemen. En dan ga ik verder over de duiding van het hexagram. Want als we gaan kijken naar het kerntrigram. Ik heb de andere even weggenomen. Een kerntrigram is het tweede, de derde en de vierde lijn van een hexagram. Dus het is het onderste kerntrigram wat we nu zien. Dan is dat water. Nou, als we nou die alleronderste lijn zien. Dus waar de veranderende lijn staat, de wilde gans nadert geleidelijk de oever. Nou, hij staat dus voor kerntrigram water, de oever. En de jongste zoon, dat verwijst naar het hele onderste trigram, namelijk de berg. Want de berg is de jongste zoon in de I Ching. Nou, de jongste zoon nadert de oever. Dan gaan we naar die derde bewegende lijn, de wilde gans het geleidelijk de hoogvlakte. De echtgenoot trekt uit en keert niet terug. De vrouw is zwanger, maar zal geen kind voeden. Ongeluk. Voordeel in het weerstaan van rovers. Nou, de hoogvlakte. Hij zit nu op de derde lijn van de berg. Nou, de berg dat zijn de hoogvlaktes en de wilde gans die nadert dat hij hoort dus ook een beetje bij het einde van een cyclus, wat ik zo net al zei, uh, bepaalde perioden in het jaar. En in het vroege China waren dat ook wel de momenten dat er strijd werd gevoerd, en dan trokken de echtgenoten uit. Maar dan bleven de vrouwen achter. En er waren natuurlijk ook rovers, want die kwamen dan de dorpen plunderen. Dus dat is een stukje cultuurgeschiedenis wat daarbij zit. De vijfde lijn, de wilde gans naar het geleidelijk, de heuveltop... ...de vrouw wordt drie jaar niet zwanger, uiteindelijk kan niets haar tegenhouden. Geluk. Wat tot zover begint op te vallen is dat de lijnteksten het verdurend hebben over de wilde gans... ...en er wordt een zoon benoemd, helemaal je onderin... ...er wordt een echtgenoot benoemd, er wordt een vrouw benoemd, er is een zwangerschap... ...dus het heeft alles daarmee met relaties te maken. En hoe hoger de veranderende lijn komt... Hoe hoger ook die wilde gans is. Zie je dat? Dus eerst de oever, dan een hoogvlakte, dan een heuveltop. En helemaal bovenin, op de top van de wind, dus vleugels worden gedragen. nadat hij geleidelijk de grote hoogte En nu kunnen zijn veren worden gebruikt bij de ceremonieën, Geluk. Nou, die ceremonieën, dat is eigenlijk bijna een soort van echo uit de oude tijd van de I Ching, die zo'n wortel strak in het shamanisme heeft. De ceremonieën, het voorouderschap, eh... Uh Kijken hoe de generaties op generaties wat wordt overgebracht en uh, daarmee ook een connotatie maakt, waar ik eigenlijk zelf nu steeds meer in terecht kom, uh, familiestructuur. Wat nemen wij van vroeger mee? Wat zijn de oude patronen die we meenemen? En welke mogen we helen om eigenlijk als je ware zelf hier in het hier en nu te staan, je eigen stabiliteit te krijgen? Na dat zinnenbeeld. De gans. Want die heeft ook een belangrijke rol, dus. En de gans, er is daarvan bekend dat hij maar één partner uitkiest. En daar vliegt hij mee uh, door de winden, door de hemelen. En als die partner komt te overlijden, dan blijft die andere haar of hem trouw. Die vindt niet een nieuwe partner. Dus hier komt dat partnerschap erg sterk naar voren. Uh, de gans is ook een voorbode van goede berichten en hij werd daarom ook in China gebruikt bij de posterijen op de vlag. Dus wanneer we het hebben over de gans, dat is een belangrijk dier, ook in het westen. We keren hem altijd uh, terug in sprookjes ook, waar hij ook een belangrijke rol uh, vervult. En zo kun je ook met hexagrammen omgaan. Welke dieren worden er nu eigenlijk benoemd? Nou, de gans is dus super loyaal en trouw. En daar draait dus dit hexagram ook voor een belangrijk deel om. Berg weer beneden, de wind boven. Aan wie of wat ben jij loyaal en trouw? Kun jij nog terugkeren naar je eigen stabiliteit? Wat heb je daarvoor nodig en wat mag je afronden? Wees daarbij, werk vast van binnen, maar meebewegend als de wind in de buitenwereld. Want nogmaals, uh, zit je in een communicatie die ja, geagiteerd is, dat gaat absoluut niet uitwerken in dit hexagram. Je zult iemand tegen je overtreffen die zich meer begint af te sluiten en daardoor steeds meer gestabiliseerd begint te raken. Wees diplomatiek, wees loyaal. Kijk ook goed naar jezelf. Welke oude lijnen heb je meegenomen uit jouw familiestructuren, jouw oude patronen? En die gaan dus vooral over patronen in relaties. Nou. Ik hoop dat je hiervan hebt genoten. Ik hoor het ook graag even in de comments wat jij ervan kunt herkennen al in deze maand. En wil je dieper in deze materie, wees dan van harte welkom bij de basistraining of de complete ND-business training, waarin ik je alles leer over de Nine Star Key, Shu en de Ching en dus het ND-model. Ik zie je daar graag en uh, nog een hele fijne dag.